De huidige situatie van de coronacrisis zou ertoe moeten leiden dat er levendige ondernemingen ontstaan. Dit zei districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update. Hij zegt dit aan de hand van de beperkingen die zijn opgelegd aan onder andere de horecasectoren en het aantal mensen in publieke plaatsen. De DC erkent meteen dat bepaalde mensen in deze periode ook inkomsten derven. Volgens Nerkus zal het volk door vernieuwde ideeën ook deze periode zeker kunnen overleven. Je moet ervoor zorgen dat mensen een inkomen blijven hebben. Ja. Dus vandaar dat we hebben gezegd, luister, een minimum delivery. Het is wel, ik vond het wel een beetje traag dat heel weinig mensen daarop hebben ingespeeld. Zelf ook op het winkelen bij de supermarkten. Ja. Want er is wel één bedrijf die gaat leveren enzovoorts. Maar er zouden andere type bedrijven kunnen ontstaan die voor mensen gaan winkelen en dingen kunnen brengen en bezorgen en halen voor alles. Eigenlijk zouden er levendige ondernemingen kunnen ontstaan daarbij, dat waar je aan de ene kant arbeidsplaatsen, laten we zeggen, zou mislopen, dat je aan de andere kant dan die increase krijgt, toch? Opportunity. Je hebt de opportunities, omdat er andere opportunities gaan komen. Ja. Dus dat gaat van de innovativiteit van de mensen afhangen, toch, om te kunnen overleven. Nerkus had eigenlijk verwacht dat meer mensen op deze ondernemingsmogelijkheden zouden inspelen. Hij benadrukt dat juist in een tijd van crisis er bepaalde investeringen gedaan moeten worden. Uiteindelijk heb ik het een keer gezegd en toen zag ik plotseling een taxibedrijf en toen zag ik plotseling iemand anders sturen mijn app deze. Hoe vind je dat? Ik zeg, je moet dat ding doorvoeren. Ja, zoals ze zeggen, in tijd van crisis moet je innovatief worden. In tijd van crisis moet je innovatief zijn en moet je investeren. Omdat na de crisis heb je al een bepaald traject doorlopen en een bepaalde ontwikkelingsgraad bereikt. Mm-hmm. Toch waardoor je dan als een raket in ontwikkeling en in inkomsten de lucht in schiet. Districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update over ondernemingsmogelijkheden in deze coronacrisis.